Hallo, ik weet dat het lang geleden is dat ik nog op mijn YouTube-kanaal iets geüpload heb. Geüpload heb. Omdat Xavi is gestopt met de Z-boxen. Maar we hebben van het weekend. Oh ja, nee. We zijn iets gaan doen in de Kinepolis. Zijnde de Harry Potter filmmarathon. Waarin dat je alle 8 films achtereen te zien kreeg. Allee ja, achtereen. Met pauze tussen en na elke film kreeg je wel eens een versnaperingetje, een drankje en wat meer tijd voor avondeten en ontbijt zelfs. Is begonnen om 11:15 zaterdag en 11:15 zondag was het gedaan. Deze poster hebben we gekregen omdat we het hebben uitgedaan. Ik ben niet in slaap gevallen, hoewel dat een van de twee dochters dat betwist. En wat we ook hebben gekregen is zo'n goodie bag. Die heb ik nog niet heb ingezien wat erin zit. Ja, dat is voor elke persoon. Ik heb al wel gezien bij de andere familieleden wat daarin zat. Maar ik kan nog iets unboxen. Allee, uitpakken. Waar zit er allemaal in? Een toverstaf. Natuurlijk van de Harry Potter Costume Kit. Een toverstaf. Ik weet niet of dat hem licht geeft. Geeft jij licht? Weet jij dat? Normaal de doos. Het staat normaal op de doos, zeggen ze hier. Er zit ook niks van. Ah, er staat ook niks van batterijen bij. Alleen dat kinderen onder 3 jaar niet meer mogen spelen omdat ze kleine onderdelen kunnen inslikken. Maar aan een kleine van 3 jaar deze in zijn keel krijgt. Eet je kind een grote keel. Wat zit er nog in? Een boekje van het huis van Harry, Hermione en Ron en Neville Longbottom. Wat ik hier de hoofdrolspeler vind, dat weet iedereen. Hey, maar een boekje is al kapot, zie ik. Maar ja, dat is al van. Dat is gewoon even. Dat ding goed terugtrekken. Gryffindor op de achterkant, de schilden. En, ah oh ja, dan moet ik natuurlijk, dankzij de Z-box, ben ik ook in. Schild van Hogwarts gegaan. Van de 3 personen. Van de 4 hadden er 3 iets van Harry Potter aan. Want de vierde had wel een t-shirt. Maar die was per ongeluk niet thuis. Waar zit er nog in? Stickers. 5 stickers. Oké, ja. Wat zit er nog in? Een mok om uit te drinken. Een everyday mug. Van The Secrets of Dumbledore. Dus dat is waarschijnlijk een beest van in de spin-off Secrets of Dumbledore, want dat speelt zijn eigen voor Harry Potter af, want er is Dumbledore nog jonger. Ja, een vergeet voor de pasta te eten, dat is ik vergeten weg te gooien. Wat zit hier nog in? Een tube deodorant van Axe, was gesponsord door Axe ook. Wat zit er nog in? Een patch, denk ik, of een sticker. Gaat het niet? Ja, in ieder geval. Op een sticker. We gokken op een sticker. Wat zit er nog in? Een sleutelhanger van perron 9 en 3 kwart. Daar waar ze de trein naar Hogwarts moeten pakken. Wat zit er nog in? Dit is de Accio. En als je dat open doet, is dat een tandenborstel. En ja hoor, een tube tandpasta zat er ook in. En er waren inderdaad redelijk veel mensen die 's morgens hun tandjes beginnen te poetsen in het toilet. Wat zit er nog in? Oké, ja, dat is verwechtgooien. Dat is popcorn dat in de zak per ongeluk gezakt. En dit is de badge die we gekregen hebben. Dat je aan de marathon meedeed, kreeg je korting in de shop. Alleen op producten van Coca-Cola. En op popcorn en op nachos. En met die badge mocht je ook gratis naar het toilet. Mocht je. Oh, amai, daar heb ik precies iets. Oh, maar het is mijn haar en mijn snor, dat is slecht, denk ik.
Mocht je gratis naar bed, mocht je binnen en buiten. En als je de vernieuwde pick-ups ging halen, moest je die badge laten zien. En ook wel een dank u aan die twee dames van de Kinepolis die om 3 uur 's nachts nog achter de kassa zaten van het drinken, dat ze dat wouden doen. En er liep nog een manager rond ook om dat uur, want hij was een mens in kostuum. In ieder geval, we hebben ons toch goed geamuseerd, denk ik. Ik zal eens horen aan familie dat hier aan tafel zit. Heb jij wel geamuseerd? Denk het wel, ze zegt niks. Het kan zelfs zo zijn, als het meevalt, dat we misschien volgende keer naar die van The Guardians of the Galaxy gaan zien. Maar dat zijn maar 3 films. Maar dat weten we nog niet. Allee, in ieder geval. En nu denk ik dat ik even op de zetel ga liggen. Want vanavond gaat het verder met even deze film tateren met De Mol. Nadat Henk Rijkaard en Aldi er verleden week uitgegaan is. Ja, sorry, dat is ideale wereldhumor. En de andere dochter denkt dat Commie de mol is. Allee. Tot de volgende zitting. Allee, ik moet wel zeggen, met de Maaschinger had ze de 3 finalisten ook alle 3 juist. En ik ging er niet aan van de 3. Salut!